sinds een aantal jaren ben ik helemaal bevangen door het weven. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want vroeger op de lagere school moesten we ook weven. En dat vond ik zo'n beetje het ergste wat er bestond. Dus ik had nooit gedacht dat ik zo enthousiast zou worden door voor het weven. Ik was tijdens een week van de wol in Friesland en toen kwam ik bij het weefcollectief in Friesland. En daar zag ik grote getouwen en wat ingereigerd getouwtjes. En ik ging erachter zitten en het was alsof ik het nooit anders had gedaan. En vanaf dat moment ben ik gewoon helemaal verslaafd. Wij hebben zo'n anderhalf jaar geleden een wolwerkplaats opgericht, gestart, als bedrijf ook. En wij gebruiken die om onze passie uit te leven, zeg maar. Maar wij geven allerlei cursussen, workshops op het gebied van alles tussen schaap en trui en andere producten van wol. Dus dat wil zeggen dat we vachtbewerking doen, we geven spincursussen, filtcursussen, breicursussen en cursussen natuurlijk verven in de toekomst. Eigenlijk kun je alles weven, alles wat je aan stoffen hebt. Kijk maar eens eventjes naar je kleding. Je kunt zo ontzettend veel weven, theedoeken, sjaals, eigenlijk alles wat je aan stoffen wilt maken, kun je gaan maken. En eigenlijk is alles gebaseerd maar op slechts drie bindingen. Een lindenbinding, wat iedereen wel kent. Een kepenbinding van de denimbroeken. En een satijnbinding. En daarop kun je ontzettend variëren. Want wat ik hier heb liggen bijvoorbeeld, is bijna allemaal gebaseerd alleen maar op een linnen en een kepenbinding. Dus iedereen kan het eigenlijk heel snel leren. Ik heb dit kleintje even meegenomen om vooral ook te laten zien dat je niet je hele huis hoeft vol te bouwen met weefgetouwen als je wilt gaan weven. Het kan ook prima op zo'n heel klein weefgetouwtje. En je hebt er helemaal niet zo ontzettend veel voor nodig om te kunnen gaan weven. Maar goed, als je heel veel wilt weven of veel bredere stukken, dan heb je natuurlijk andere getouwen nodig. Thuis heb ik ook wel een hele brede staan, een groot trappersgetouw. We hebben natuurlijk een hele rijke textielhistorie. En als je toch kijkt naar de cursussen die worden gegeven door het weefnetwerk, dan is Twente helemaal een witte spot. Wil je in Twente leren weven, dan moet je of naar Friesland toe of naar Apeldoorn. En vanaf dit jaar, vanaf februari, wordt het weer mogelijk om ook in Twente weer weefcursussen te gaan volgen. Kijk op de website van het weeffanaat.nl.